Maar ik denk dat deze gast of een bug-type gym is, of een grass-type. Dat gaan we nu zien. Ah, oh, waarom ben je zo dom? Dat werkt in deze game niet, Sander. Weet je waarom? Omdat het een randomizer is. Ja, joh. Hallo mensen van GameNSB, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn er weer met zo'n heerlijke Master Mode. Laten we een challenge gaan spinnen. En ik ben heel benieuwd wat de challenge vandaag weer wordt. We hebben al een aantal keren wat leuke challenges gehad. En... oh, bedweter. Oké, bedweter is een challenge waar je je host level Pokémon niet mag gebruiken. Nou hoop ik dus niet dat we de gym in gaan. Dus als we deze challenge verliezen, dan mag deze Pokémon geen revive gebruiken. Maar winnen we, dan kan de Pokémon niet dood. Dus dat is heel erg chill. Oké, ik heb geen idee of we nu naar de gym leader moeten. Of, want volgens mij moet je ook op een gegeven moment in de sewers of zo. Maar ik moet zeggen, ik ken deze games niet heel erg goed. Oké, misschien is hier ergens... wat? Oh, wacht even. Deze gast... oh, deze gast geeft stenen. Ja, volgens mij kunnen we best de gras doen. Alleen ik weet niet hoe die heet. Want volgens mij moet Shift Tree met een Leafstone. Ik heb het even opgezocht. Pensage is de Leafstone. Nou... dat is mooi. Dan zouden we dus in principe Nuzleaf kunnen evalueren. Oké, ik heb eventjes opgezocht. En... oh, dit is heel balen. Hij is level 19. En level 19 krijgt namelijk Shiftry Leaf Tornado. Die had ik wel op zich gewild, ja. En Nuzleaf krijgt verder geen Grass-type moves. Ai. En hier hebben we ook geen Grass-type moves. Nee, zeker niet. Ja, dat is kut. Dat is zeer kut. Nou, dan... ja, op zich, ik krijg nog wel wat Dark-type moves als Nuzleaf. Dus dat doen we dan maar. Want voor de rest, ja, krijgt hij niet veel goede moves. Dus, oké, dan gaan we gewoon hier. Oké, nee, volgens mij moeten we hier niet zijn. Dan moeten we eentje verder zijn. Ik vind het wel irritant dat we nog geen fiets hebben trouwens. Ik had verwacht dat we die inmiddels wel zouden hebben. Dit is ook niet de goede kant. Of wel? Ik heb echt geen idee, joh. Ik raak zo verdwaald in deze stad, jong. Echt niet te doen. Het is in ieder geval niet erger dan... Oké. Ja, dit zegt me wel iets. Ik heb dit wel eens eerder gezien, maar... ja, nee, ik raak in Gen 6 waarschijnlijk meer verdwaald, maar ik raak hier ook wel echt gewoon erg goed verdwaald. En hier is zo'n gym. Nou weet ik niet of we er al in kunnen. Hé, hey, dat is Sharon. Leuk man, je hebt zo'n gym badge, wat cool man. Trouwens, wat ik nu zit te bedenken, ik heb nog steeds mijn dingetje mee. Oké, Team Plasma. De Prime Peer. Wat is de Prime Peer, gast? We moeten naar de Prime Peer. Alleen ik weet niet wat de Prime Peer is. Is dat hier? Dit is... nee, dit is het waarschijnlijk niet. Maar we moeten dus eventjes... oh, Donald is onze host level Pokémon. Oké, maar die kunnen we wel mee... ja, dat is wel jammer dat we dan onze enige Water-type verliezen. Maar, in principe... ben ik voor... heeft hij überhaupt Water-type moves? Hebben we überhaupt zijn moveset al gekeken? Ja. Ja, Bulbeam. Bulbeam is ook aardig goed, dus... dat is mooi, dat is mooi. Oh, dit zou wel de Prime Piercer zijn. Nou, ik had Ducklet eventjes geboxed. Dan kunnen we dat niet fout doen. Is het cheaten... ik vind van niet, want je doet nog steeds zonder je hoogtreffer Pokémon. Alleen als hij in je party zit, dan ben je natuurlijk wel meer geneigd om per ongeluk erop te drukken. Dus daarom, om ongelukjes te voorkomen, hou ik het toch liever hierbij. Oké, Team Plasma, nou dat boeit me niet. Nu moeten we denk ik naar die sewers. Oké, volgens mij kun je daar trouwens ook een encounter. Ik weet alleen niet
waar dat is. Okay. 2 hours later. Oh, daar is hij. Hey. Hier, towards the gym. Oké. Ik hoop niet dat we de gym nu moeten. Alhoewel, we hebben Granbull. Dat scheelt. This is definitely the place. Oké, let's go. Ja, bloody bloody blah. We gaan je gewoon pakken. Oh, ze gaan ons pakken. Never mind. Wordt dit een double battle? Ik heb geen idee. Ik hoop het niet. Oh, gelukkig. Torterra, holy damn. Doe eens rustig, gast. Ik hoop dat Morfeerno voorop staat. Ja hoor. Want die kunnen natuurlijk met een Mach Punch kunnen we hem verslaan. Dus, oh, dat deed niet zo heel veel. Ik had verwacht Fighting, super effective op, hoe heet het, op Ground. Maar schijnbaar niet. Flame Wheel is denk ik ook niet super effective. Oh jawel. Kijk. Ik dacht dat Ground dus ervoor zorgde dat Fire niet super effective zou zijn. Maar dat maakte me helemaal niet uit, joh. Dat maakte me helemaal niks uit. En daardoor is hij niet neer. Hartstikke mooi. Electrode. Kijk, dat is een lastige. Electrode. Ja, ik heb geen idee. Ik denk gewoon Rex. Ja, we moeten toch iets. Dus dan maar Rex, I guess. Alhoewel, denk ik dat met... Hij heeft wel Explosion, bedenk ik me nu. Ik ga voor Headbutt. Ik ga voor de meeste damage gewoon. Ja, dat lijkt me het handigste. En Headbutt kan flinchen of paralyze. Nee, Body Slam kan paralyze. Dan kan Headbutt waarschijnlijk flinchen. Dat is mijn redenatie. Ik bedenk me wel dat nu Rex het hoogst level is. Ja, nou ja. Ik denk op zich. We hebben gekozen wie het hoogst level was. Toen we de challenge kregen. Dus dat is in principe gewoon goed, ja. Oké. Nou, bladibladibla. Ik weet ook niet wanneer je hier de experience share krijgt. Maar ik vind het wel lang duren trouwens. Dat zeg ik ook echt al een heleboel afleveringen volgens mij. Ik vind het gewoon... Geef gewoon die experience share. Dat. Ja. Oké. Het is Getsis. Cool, man. Cool. Ja, leuk allemaal dat je dingen wil en zo. Maar dat willen wij helemaal niet, jong. Dus ga lekker weg. Ga toch lekker oprot. Nou, een hele hoop gepraat hier. En wij moeten het weer oplossen. Altijd. Oh, dat is Moona. Die kennen we. Die is een beetje getrapt en zo. Volgens mij. Volgens mij hebben ze die toen zo helemaal kapot gemaakt. Een dierenmishandeling noemen ze dat ook wel. Maar gek genoeg bestaat dat niet in Pokémon. Oh, daar is een Pokéball. Ik wil die Pokéball. Ga je maar die Pokéball. Geef me nou die Pokéball. Ik wil die Pokéball. Had ik al gezegd dat ik die Pokéball wilde? Of was dat niet duidelijk? Kom op. Ja, oké. Doei. Joejoe. Oké, nu moeten we naar die gym. Dus dan is de sewers, dat is denk ik... Smokeball. Ik bedenk me net, stel dit is de experience share. Dan is hij gerandomized. Fuck. Nou, dat hopen we dan maar van niet. Dat hopen we dan maar. Ik denk het wel. Auw, oef. Oké. Maar de sewers, dat is dus niet in deze game. Ik verwacht echt dat de experience share is. Wie weet. Nou ja, de game makers. Heel veel mensen die de game spelen waarschijnlijk. Of hebben gespeeld. Maar ik niet in ieder geval. Nou, we gaan gewoon naar de volgende route. Met een beetje geluk. Of we moeten eerst een trainer verslaan. En we kunnen niet een encounter krijgen. Of we hebben de goede versie. En we kunnen direct een encounter. Ja. Volgens mij, ja. Yes. Oké, dat is mooi. Butterfree. Dat doen we denken aan mijn Butterfree, de Beautyfly. Ah, wat mooi. Ik denk dat ik... Ja, welke Pokémon moet ik gaan gebruiken? Magman? Maar die gaat wel dood. Dus ik denk dat we gewoon voor Furby Swipes gaan. Dat doet niet veel, toch? Nee. Oké, 3 times. Oh, Gus is super effective. Helemaal vergeten, jongen. Oh, en er is Sandstorm. Laten we maar Rex. Die kan alles hebben.
Jazeker. Nou, oh, poison. Nou, dat wil hij liever niet, maar ik kan het wel hebben in principe. Oké, we gaan gewoon voor een Great Ball, I guess. Ja. Misschien was dat niet zo dom, want volgens mij hebben Bug-types een lage catch rate. Alhoewel, is dit wel een laatste evolutie. Maar, ja, waarschijnlijk had hij wel een lage catch rate. We hebben hem, daar gaat het om. En hij gaat ook denk ik direct in onze party, omdat we een plaatje vrij hebben. Ik heb hem wel liever dan Magmar, want dan hebben we wat type coverage. We kunnen hem nu heel vaak Beautify gaan noemen. Weet je wat? Ik heb hem beter. Ik ga ze gewoon de namen gewoon fuseren dit keer. Beautyfree. Fuck Butterfree en Beautyfly. Oh, ik dacht eventjes dat die man ineens ging vechten. Dan was ik echt fucked. Een Pulpitoad. Nou, ik ben blij dat we die niet hebben eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Gaan we kunnen runnen? Ja, oké. Dat is hartstikke mooi. Oké. Daar staat Charon. Dat is waarschijnlijk een battle. Ik denk dat we gewoon voor de derde gym gaan nu. Want ja, ik kan het wel uitstellen en zo. Maar dat heeft niet zoveel zin. Voor de rest, dit keer, ondanks dat ik dingen niet mee heb. Ducklet. Blijft hij dit keer wel op de layout staan. Gewoon omdat ik hem straks toch weer meepak. De vorige keer met solo run had ik natuurlijk alleen Granbull gedaan. Maar ik denk, weet je, boeieruurt. Ik denk, laten we hem gewoon erop staan. En dan doe ik deze ook eventjes in de Alive box. Want ja, dan klopt het met de layout. Ja. Oké, misschien eerst even healen als ik zo naar mijn Pokémon kijk. Ja, dat is op zich wel een goed idee, Sander. Ja, vond ik ook. Nou bedenk me ineens, we kunnen wel Magmar gewoon meenemen als een soort van Deathfather. Gewoon hem meenemen in geval van nood. Dan neem ik wel mijn woorden terug, want dan staat hij wel op de layout in plaats van Ducklet. We gaan er nu in, dat betekent dus dat we er ook niet meer uit mogen. Dat is een erg belangrijke regel. Wat doet dit? Oh, dit doet dit doet die dingen weg. Ja. Oké, die, hoe noem je dat? Die gates, I guess? Oké, je moet er twee van de twee hebben. Oké, we gaan gewoon met deze gast vechten. In de hoop dat hij niet zo'n hele goede Pokémon heeft. Maar ik denk dat deze gast of een Bug-type gym is, of een Grass-type. Dat gaan we nu zien. Oh, waarom ben je zo dom? Dat werkt in deze game niet, Sander. Weet je waarom? Omdat het een randomizer is. Ja, joh. Had ik dat maar eerder bedacht. Oké, we gaan gewoon eventjes naar Butterfree. Of Beautyfree, bedoel ik. Nee, so bad. Wat lul ik? Ik ben helemaal in de war, jong. Ik ben helemaal in de war. Helemaal in de war. Bite. Oeh, dit is kut. Oké, we moeten hem in twee hits killen. Ik zei twee heel raar. Maar dat moet wel lukken. Als we nu niet missen. En anders dan, ja, dan hebben we tenminste Magmar die we kunnen killen voor geval van nood. Ja, toch? Ja, dat is iets. Een Nidorino. Eventjes denken, een Nidorino. Ik heb geen idee wat we het beste tegen Nidorino kunnen doen. Dus dan gaan we maar voor... Neuslief is niet handig. Het free waarschijnlijk ook niet, want dat wordt ook wel gekeerd. Denk Rex dan maar. Ja, let's go. We doen gewoon Rex. Oké, bite. Ja, let's go. Ah, dat killt wel toch? Ja, precies. Dat is... Ik doe steeds bite, maar ik kan gewoon beter hebben doen, want dat doet waarschijnlijk meer damage. En het kan flintje, alleen hij heeft poison point. Nou hebben we een Pekka Berry gekregen, of Petja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En die kan volgens mij poison healen. En Rex is geen gepoisoned meer. Geen gepoisoned meer. Goed Nederlands, Sander. Ja, vond ik ook. Dankjewel. Je moet toch iets zijn. Je moet toch iets in het leven. We zijn tot dit punt dat ik ga neurien in plaats van dat ik
goed commentaar geef. Nou, dan geef ik sowieso nooit echt goed commentaar. Maar ik geef wel commentaar. En een dragon type. Dit is kut. Dragon psychic. Dus dan ga ik het liefst voor Rex met een dark type move. Want dat is super effectief. Wish. Oeh, dit is kut. Oh, dit doet me denken aan die milk tank van vorige aflevering. Ja, met zijn milk drink. Oh, wat kut was dat. En hij hield door Wish. Maar op zich, deze gast is wel te killen. Dragon Breath. Oké, dat deed minder dan dat ik had gedacht. Ik dacht, Dragon Breath, dat is fucking sterke aanval. Rapid Dash. Hadden we nu maar onze Ducklet bij ons. So Bad is de enige... Oh ja, Rex trouwens zelf ook. Die is ook niet super effective. Nou ja, dan nu hebben we het So Bad al. Dus op zich ook wel goed, want die kan een beetje trainen. Ze zijn wel ook level 20 trouwens. Ik ben mild underleveled, I guess. Flame Wheel. Oké, hoeveel doet dat? Oh! Dat doet veel! En ik ben ook nog eens niet eerst. Fuck. We gaan naar Granbull. Stomp. Hoeveel doet dat? Oké, dat doet niet zo heel veel. Dan kunnen we met een headbuttje hem wel killen. Dat stab. Oké, dat... Dat was aardig spannend, vond ik zelf. Toch wel. Back. Nee. Back. Oké. Super potion, ja. Of kan ik beter gewone potions gebruiken? Heb ik die nog? Ik heb geen gekocht, nee. Fuck mijn leven. Misschien moeten we gewoon proberen hun eventjes niet te gebruiken. Totdat we bij de gym leader komen. En dan gewoon zorgen dat we ze dan wel healen en kunnen gebruiken. Zo. Dit. Oh, dat gaat niet voor... Oh, jawel. Oké. Dat is mooi. Daar hoopte ik ook voor namelijk. Ik heb geen idee welke kant we op moeten. Oh. Maar hier is ook nog een knop. Maar doet dit überhaupt iets? Nee. Nee, dit zorgt gewoon alleen voordat je een trainer verslaat. Nou, in principe is wel goede training. Aan de andere kant, kutzooi. Geeft ook meer kansen dat we doodgaan. Dus dat is minder chill. Blitzel. Oh, dit is chill. Shockwave. Oké, dat hit altijd. Maar door de burn. Dat was echt chill. Daardoor hebben we hem gewoon niet KO'd. Oké, ik heb geen idee. Ik denk dat deze gym level 25 Pokémon heeft. Oh, kijk. Nu is die open. Ja, oké. Even kijken. We moeten daar en daarheen. Oké, dan doen we dat gewoon toch. Als het moet, dan moet het. Oh, en dan zijn we al bij de gym. Oké, dat is op zich een... Dan moeten we hier nog. En daar zag ik ook een train. Dat is op zich niet erg. Zolang die geen hele moeilijke Pokémon heeft. Ik hoop het niet. Maar het zal wel weer. Het is mijn geluk kennende. Ja. Slowking. Oh, nee. Dit is kut. Ja, onze twee gasten. Met een Dark-type move. Ja. En deze heeft geen Bug-type move. Wel poison powder. Fuck. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet ook... Kijk, normaal gesproken zou je denken... Doe lekker Nuzleaf. Ik ga hem poisonen. Ik had hem misschien... Misschien was sleep tactischer geweest. Maar... Ja, ik doe toch liever poison. Gust. Oké, hoeveel doet dat? Oh, dat doet amper wat. En hij doet disable. Oké. Wat ik ga doen, in de hoop dat hij niet killt, ga ik Rex healen. En dan, yes, hij doet growl. Oké. Nou, kunnen we hem ook stalen. Maar het liefst ga ik gewoon met Rex en eventjes zo'n dark type movie gebruiken. Water gun, die kan hij wel tanken. Ja, dat dacht ik al. Mijn Rex is zo goed, jong. Die kan alles tanken. Een dark type move en dan is hij neer. Mooi. Mooi. Dat is super mooi zelfs. Oké, matchup. Matchup? Matchup is het, Sander? Oh, ah. Ja, nee, dat wist ik nog niet. Ik denk dat we die wel met Butterfree kunnen doen. Behalve dat die... Ja, is not very effective natuurlijk. Dus
Dat is wel chill. En wij zijn super effective. Low sweep. Hoeveel doet dat? Oké. Shit, hoeveel waren we? We waren eerst, dus het kan... Oh, wat heb ik een geluk. Oh, doet hij ineens foresight. We waren gewoon gespeedtied. Maar doet hij foresight. Oh, dat is echt een geluk. Oh, nou. Ik moet niet terug. Nog niet. Oké. Ik heb nog 1 super potion en nog 1 fresh water. Super potion wil ik graag op Golbat gebruiken. En we hebben ook nog Oran berries natuurlijk. Hoeveel? 4. Misschien kunnen we daarmee Rex en Harambe healen. Doe Harambe maar full health. Ja, Rex toch ook liever. Dat was mijn laatste. Okay. Ja, dan hebben we dingetje niet. Hoe heet het? Butterfree niet. Maar dan gaan we die gewoon niet gebruiken. Dat lijkt me gewoon gunstig. Oké, dan hoop ik dat we niet al te moeilijk hebben. Oké, ik ben wel nerveus voor deze, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Nustief. Ik zit te denken om hem voorop te zetten. Hij heeft wel fake out. Dus misschien... Ja, doe maar hem voorop. Ja. We doen hem voorop. Let's go. Ik ben best gespannen. Ja, voor deze gym battle. Want ik denk dat hij hoog level Pokémon heeft. En Houndoom. Oké. Dat is op zich niet erg. Want dat kunnen we naar Monferno straks. Eerst een fake out. Dan naar een Monferno. Omdat die natuurlijk super effective is met Mach Punch. Dus... Avoid it. Mooi. Oké. Mark Punch. Hoeveel doet dat? Ik denk helft. Ja, ongeveer. Bite. Hoeveel doet dat? Oh ja, niks. Want we zijn natuurlijk ook part fighting type. Yes. Gelukkig wel. Oké, nou, dat is 1. 1 down. Oh, please heb iets slechts. Een Keknia. Dat is gunstig. Dat is zeer gunstig zelfs. Die kunnen we namelijk... Ook gemakkelijk met een flame wheel, denk ik. Ik denk dat dit wel een 1-hit KO kan worden. Ja, het kan ook. Het is zelfs zo. Oké, een Togetic. Kijk, die wordt iets lastiger. Een Togetic. Op zich normal fairy. Of nee, normal flying. Ja, dus dan heeft Magpunch heeft weinig zin. Dan ga ik gewoon voor Rex. Waarom? Gewoon om dat hij de beste is. Oké, hij is maar level 23. Ik had level 25 verwacht, zijn ace. Sweet Kiss mist. Haha, lekker voor je. Oh, daar ben ik wel blij mee. Anders dan zaten we in Confusion. Of Sleep. Ik weet niet welke is. Volgens mij is Sweet Kiss... Nee, ik weet het niet. Roar, doe maar niet. Forget. Nee. Forget Roar bedoel ik. Keep old moves, ja. Let's go. We did it, boys. Zonder heel veel potions. Oh, wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Ik weet niet hoe ver wij ook zitten in de aflevering. Desnoods kunnen we er een eind aan brengen. Ja, ik denk dat dit dan een keer een kortere aflevering is. Omnius wint. Waarom geef je me nou geen grastype? Dan heeft Nuzleaf tenminste iets. Alhoewel kan Nuzleaf ook niet elke grastype waarschijnlijk. Dus dat is minder. Nu moet ik eerst nog zien eruit te komen. En dan sluit ik zoals gewoonlijk weer af in zo'n heerlijke Pokécenter. Oh, we kunnen ook denk ik nog een fresh water. Oh, we gaan eerst allemaal story stuff. Route 4. Zij heeft een... Wil een battle. Krijgen we dat nog? Ah nee, we hadden direct met hem moeten praten. Voor een fresh water. Oké, nou, maakt niet uit. Dat is nu toch al te laat. Zo, en dan gaan we onze Ducklet meenemen in plaats van onze Magmar. Ja, en dan sluit ik hierbij ook de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe nou een blauwe duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie volgende keer met een nieuwe aflevering. Laters!